Wat een ergernis. Oh, heb je gekeken? Ja, er was weer een uitzending van de Deugneuzen TV. Oh, die waren weer bezig. Ja, bij de Sophie van Jeroen. Oh, wat verschrikkelijk. Vrienden, ik heb me zo zitten ergeren. En ik wilde gewoon iets naar mijn tv gooien. Maar ja, die is net nieuw, dus ik heb hem maar... Oh, wat, dit kan absoluut niet wat daar gebeuren. Heb je het gezien? Want ze gingen dus... Die rellen in Den Haag gingen even ze behandelen met die Eritreërs. Maar niet één woord over dat helemaal niet kon van die Eritreërs. Dat die zich gewoon volkomen misdragen hebben. Nee, ben je gek? Gewoon geen woord daarover. Nee, een beetje babbelen zo met de politie. Hoe was het? Ben je geschrokken? Heb je nog lekker geslapen na die rellen en zo? Geen woord daarover dat dus verschrikkelijk was wat die mensen allemaal gedaan hebben en dat dus totaal niet kan in Nederland. Nee, helemaal niet. En dan nodigen ze ook nog een CDA uit Einde Boswijk en die gaat dan zitten vertellen, ja nee, maar die mensen, dat blijkt gewoon, die zijn slecht opgevoed. Ja, en dan moeten wij als samenleving in Nederland, dan moeten wij bij gaan helpen. Ja, dag! CDA! Ja, en dus, Deugneuzen TV zit al gewoon heel hard ja mee te knikken natuurlijk. Ja, en wat Deugneuzen TV dan ook doet, die draaien het om. Die draaien het voorkomen om. Geen kwaad woord over deze asielzoekers. Ben je gek? Het enige wat ze dan zeggen is van... Ja, maar heb je gezien wat Wilders heeft getweet? Want Wilders die zegt oppakken en uitzetten. En dan gelijk vragen aan die man van het CDA. Hoe vind je dat nou als dat een tendens zou worden in de reacties? Vrienden. Nou, er is maar één woord voor. Hé, Deugneuzen TV, schaamteloos.